Voor de 27e keer organiseerde Café en Zalen de Meester zaterdag een open podium. 12 bandjes, waarvan minimaal 1 lid uit Zoeterwoude komt, lieten in het café, in de grote zaal en op een podium buiten hun grootste hits horen. We hebben er 12, dat is maximum. En we hadden dit jaar echt een unieke situatie, want er waren 16 aanmeldingen. Dus we hebben echt een aantal bands af moeten zeggen. En dat is eigenlijk al een aantal jaren al niet meer gebeurd. Het is een luxe situatie. Het begint bijna een festival te worden met verschillende podia. En er kan gegeten en gedronken worden. Ja, het is bijna een echt festival. Ik heb alleen vergeten de poncho's te bestellen vandaag. Dat is een beetje jammer. Die horen ook bij een festival. En we hadden erop gerekend dat het toch een beetje droog zou zijn vanavond. Maar momenteel regent het al een tijdje. Dus de mensen zijn nat. Maar ze blijven nog steeds, dus we gaan zien hoe het eindigt zo meteen. Nou, het is super gezellig vanavond. Marty, wat vind je er tot nu toe van? Nou, het is hartstikke gezellig. We hebben natuurlijk een beetje nat weer. Maar de tentjes buiten, die lossen alles op. We staan gewoon gezellig onder de tentjes en te genieten van en het frisse windje en de hartstikke leuke muziek en de lekkere drankjes. Ik snap niet hoe ze het elke keer weer opnieuw doen om zoveel leuke bands met allemaal mensen lokaal uit Zoeterwoude bij elkaar te krijgen. We hebben het helemaal naar ons zin, helemaal leuk. Heb jij zelf ook nog bekenden in bandjes zitten? Jazeker, ik ben om 9:30 speciaal voor Jacqueline de Groot lekker vroeg gekomen. En ik ga door tot 2:30, want dan speelt Mark van Rijn met zijn band. Dus ik heb nog even te gaan, maar dat geeft niet. Ik heb een hele zak vol munten, dus moet lukken. Wij spelen nu voor de 4e keer dit keer. En wij mogen dit jaar weer afsluiten en we hebben er ontzettend veel zin in eigenlijk. Wij spelen met onze band. Wij heten dit jaar heten we Hashtag We2. Elk jaar veranderen we ook ons naam om het een beetje speels te houden. En onze poging is het eigenlijk vooral om het geheim te houden. Zodat je het spannend houdt binnen het publiek. Van joh, wat gaan we nou dit jaar weer spelen? En dit jaar gaan we er weer een leuke act van maken. En hopen we dat die dat de hele zaal gewoon natuurlijk weer gaat dansen. Net als een paar jaar geleden. Wij hebben als grap van de band dat we het natuurlijk gezellig willen hebben. En nou dachten we zo, hè, we hebben een paar jaar geleden waren we het Zwijnenbal. Toen hebben we heel veel boerenrocknummers gedaan. Het jaar daarop deden we wat meer nu metal, waardoor we ook lekker konden knallen. En dit jaar dachten we, hè, we gaan er toch weer even een grap van maken. En dit jaar zijn we met z'n allen verkleed als vrouwen. En willen we er gewoon een gigantische vrouwenfeest van maken. Maar, moet ik er wel bij zeggen, even in een stevig jasje. Zodat we echt even van het podium af kunnen metalen, rocken en gewoon... Even flink die hele zaal eraf blazen. Daar gaan we het uit voor. Waarom ben je als boef verkleed? Ik heb vandaag mijn vrijgezellenfeest. Oh, je gaat trouwen? Wanneer? 11 oktober. En al je vrienden zijn ook verkleed of ben jij de enige? Nee, ik ben de enige. Ik ben vanmorgen om 9 uur uit mijn werk weggetrokken. En we hebben leuke dingen gedaan en nu als afsluiter zijn we hier.